We gaan naar Suriname voor de nieuwste penistrend. Jonge mannen laten hier plastic balletjes ter grootte van een knikker onder de huid van hun penis inbrengen. Boekroes noemen ze dat. En Moreno uit Paramaribo heeft zo'n boekroe. Er is zo'n red label snack. Daarin zit er een witte balletje. En ik moet het even uitbreken, zodat je kan zien hoe het eruit ziet. Het mag geen enkel schaaf hebben, geen enkel kleine ruw deeltje eraan. Anders kan het beschadiging aanbrengen. Dit is eentje. Dit is een van die balletjes die men gebruikt. Zo eentje heb ik. Moreno heeft dus iets extra's in zijn penis zitten. En dat extraatje heeft hij laten zetten bij dokter Vogt, de boekroedokter van Suriname. Hij helpt mannen al 8 jaar met het plaatsen van boekroes en wil ons best uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Kijk, dit zijn voorbeelden van boekroes. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Maar meestal laat ik die mensen zelf, het zelf maken en zelf brengen. Zodat ze later nooit kunnen zeggen dat het te groot is of te klein is. Je hoort van een mattie van, ik heb een boekroe gezet, de werking van, het is echt goed man. En dan ben je een beetje enthousiast en nieuwsgierig. Je wilt uitproberen, dus vandaar dat ga je het uitproberen. Als dit de man's penis zou zijn, dan wordt er aan de voorhuid een verdoofd. Je maakt een kleine incisie en brengt dan die kogel onder die huid. Het moet echt professioneel gedaan worden. Als je niet weet hoe je het moet doen, ga je zelf een ongeluk geven. Het is geen gevaarlijke ingreep als je het weet te doen. Maar zij die het op straat zetten, hebben vaak het risico dat ze dan te diep kunnen snijden en dan die bloedvaten kunnen beschadigen die in die penis lopen. Op straat gebeurt het vaak niet steriel, vaak met een scheermes, vaak met ook een stuk sardineblik. En wordt er vaak met een stuk printa een gat gemaakt en dan wordt die kogel erin gezet. Dat klinkt niet echt als een pretje dus. Toch zijn boekroes erg populair. En dat is niet zomaar. De functie van die boekroes is voornamelijk om die clitoris te stimuleren. Op sommige mannen zetten het zodat het als het ware als een soort vergroting zou dienen. Uiteindelijk zegt men, vrouw speelt zich eerder klaar dan wanneer je naturaal gaat. Heb je misschien verhalen gehoord van vrouwen die met een boekroes zijn geweest? Ik heb gehoord dat het pijn doet. Een jongen vertelde me een keer dat hij 17 had. Dus ik kon me niet voorstellen. Ja. Kom maar. Maar één is eigenlijk afvoldoende. Ja, eigenlijk wel. Meestal adviseer ik als ze zetten, zet 1 of 2. Kijk hoe het gaat. Als die vrouw er niet van houdt, is het makkelijker weghalen dan wanneer je 4 of 5 hebt. Uiteindelijk, wanneer de werking er vast zit, heb ik van ja, man. Ik heb er geen spijt van. Maar je bent niet van plan? Nee, ik ben goed zo. Dat is gewoon voor de fun.